De schutterie uit terug staat bij ons. En laatste jaar ook wel een beetje goed geschoten, moet ik zeggen. Daar is het geweer eigenlijk in de heng. Waarom dek ze maar van boven? Ja, daar zit niks op. Dat is gewoon, dat leunt lekker. Dat steunt lekker. Ja, ja. Wie zijn de vooruitzichten vandaag? Ja, goed weer, dus goed weer. En goed zitten dus. Goed weer, zei ze, maar is het niet te warm? Nee, jongen, het kan nooit te warm zijn. Is het regent, klaar voor ook. Wie start je er vandaag voor? Ja, goed zin en schoon weer, we kunnen er tegenaan, denk ik. En de shutter zelf, shoot ze mij? Nee, ik zit niet met vandaag. Nee, dat is me net gaat doorgegrepen. Maar de shutter zien je er ook klaar voor? Die hebben die heel week geoefend, die moeten dat wel kennen. Zien trouwens, dat ze in select gezelschap is, dat ze denken van met die jongeren. Ja, joh, we dachten. Doen we wel. We pakken er een aantal met van uw dorstoes, ja, ik denk, dat is gezellig. Ger, doen we laatst gewoon 19. Nou is het zoiets. Ja. Maar nu zit je hier met allemaal. We hebben meisjes gemotterd en gewerkt weer, hè? We hebben al 3 weken gewerkt, of nog langer. Ik denk vandaag dat... een beetje mee te genieten. Jazeker, dat gaan we nu doen. Dadelijk een optocht, dan nog het werken en dan genieten. En je ziet het er allemaal uit. Als je zo rondkijkt, dan is het eigenlijk fantastisch, hè? Dat is fantastisch, hè? Dat weer kan niet beter. Dus de mensen komen er dadelijk ook allemaal aan. Laat gewoon de wagen. Van wat voor club zit je eigenlijk? Van de Muurbloempjes. En uit wat voor dorp kom je? Uit Herkenbosch. Herkenbosch. En Herkenbosch was vorig jaar nummer 4, als ik me niet vergeet. Hè? Ja, we nemen hem dit jaar. Proberen we hem met een hoes te nemen natuurlijk. Je moet al zeggen, we nemen hem met. Hè? Nee. Maar Herkenbosch schiet de laatste jaren erg goed. Zo zullen we hem kennen, hè? Zeker. Laat ik maar verrassen. Goedemorgen. Wat zit je gezellig in het eten? Ja, we moeten gezond blijven en doorgaan. Hè. Heel belangrijk, zeker met zo'n weer met eigen. Hebben ze gewaarschuwd op de televisie? Maar drinken is goed, maar ik denk dat eten eigenlijk net zo belangrijk is, of niet? Dat is voor ons nog belangrijker dan het drinken. Mevrouw Gie, je eet ook goed? Jawel, het is voor ons het OLS-menu. Oh, je hebt een OLS-menu, weet je? Ja, zeker. Vertel even wat erop zit. We hebben stokbrood wat dan gesneden is. We hebben gatenkaas. Druig moers. Dat kan echt niet zo. Het zal wel jonge kieën zien. Zo kunnen, ja. En we hebben roomkaas met bieslook. Het ziet er goed uit, ik kom niks te komen. Nee. Echt niet, joh. En dadelijk nog mij in de optocht? Ja, ik loop met. Nummer 26. En zo 3 van? Voerendaal. Hebben je doen we echt wel eens gewonnen, hè? 2 keer, dan gaan we weer. En wat heb je in de vooruitzichten? Dit jaar niet. Nou, dan gaan we in ieder geval voor, joh. Niet in de Voerendaal, nee. Maar wel heel leuk dat ik ons even te boven stond. Nou, heel graag gedaan. Thijs, is al wat geëet, hè? Ik heb wat geëet en het is echt lekker. Het is een lekker ontbijt, broertjes, wat gedronken, extra koffer erbij. Heerlijk. Dus dat is eigenlijk voor iedereen aan te rooien om naar die eet aan te gaan. Vrijwilliger moesten zien, dan kreeg ze dat het gratis ook nog. Okay. Dat is heel heerlijk, dat is prima. Fijne dagen in ieder geval, geniet ervan. Ja, dadelijk moet ik een paar keer werken. Maar het wordt een hele schone dag. Het weer zit mee. Een heel mooie berenmeel. Dit kan een heel goede OLS weer. Daar ben ik niet bang voor. De busje toen neer, het zoveelste OLS en de laatste jaren toch wel kanshebber geweest. Wie is het dit jaar? Ja, ik denk dat we moeten halen het eerste jaar dat wij er als zoetelaarsters bij zijn. Dus ik vind dat we hem eigenlijk wel met moeten nemen. Wanneer heb je dat besloten? Wanneer heeft de vereniging besloten dat de zoetelaars bij je moesten komen? Dames, Sinder, moet ik toch heel even aankijken. Sinds derde jaar bij. En wie de dames er eenmaal bij mochten te vangen, is het ook dat er iets van marketaansers of zoetelaarsters bij mochten komen. En net voor het OLS 2 jaar terug wie de corona kwam, toen waren we eigenlijk net klaar. Maar ja, toen kwam de corona. Dus dit is het eerste jaar dat we echt metlopen. Maar ondersteunt je de manschap ook? Ja, zeker. Zeker, die kriegen nou de optocht nu voor het eerst wors en kies en schnaps. Dus die zijn heel lang blij met ons. Ja, zeker goed. Heel veel succes allemaal samen. Dankjewel.